Hallo en welkom terug op ons YouTube-kanaal. Zoals in mijn vorige video beloofd, mijn favoriete rig voor het vissen met maden. Ik heb even tot in detail uitgelegd. Het is einde van de herfst, begin van de winter. Waar dan manier over 2 maanden nog bezig zat met pallets, expanders, deegvisserij, met bol, met peest. Dobbers, dikke antennen, iets zwaardere dobbers, voor alles zeer stabiel te houden. En ook voor een goede beetregistratie te krijgen van die pallet of die expander. Stappen we nu over naar iets meer geraffineerde dobbertjes. Langwerpig dobbertje. Fijne antenne van boven. En vooral heel fijne carbon onderantenne. Waarom is dat zo belangrijk? We gaan vandaag vissen met maden. Dus maden is een heel licht aas. Wat dat zien als je dat in het water werpt, zakt heel zacht naar beneden. Pas druk jullie montage op aan. Dus zoals gezegd, de dobbers is al een heel groot verschil. Ik ga van boven naar onder beginnen. Ik vis er vandaag met de cup, waar ik hier anders als de vis heel goed haast gebruik ik de katapult. Vandaag cuppen we alles om de vis heel geconcentreerd op een klein plaatsje te houden. Ik weet niet wat de vis goed gaat dazen. Dat zal straks wat blijken in de sessie. Maar voor nu ga ik alles cuppen. Elastiek, 2,5 vol. Van midi direct akkoord gebruik ik eigenlijk constant, mijn lievelingsrekker eigenlijk. Komt er heel soepel uit, heel vergevingsgezind. Zeker nu voor in de winter, de vissen zijn maar net gehaakt. We liften, de vis kan heel soepel, heel gemakkelijk van de stek wegzwemmen. Dus voor mij een toprekker. Lus, die is er meteen blind backshots. Ik gebruik hier backshots, 2 loodjes, die ik nog eventueel van elkaar kan zetten, ook te zien hoe de winter zit. Vandaag is het eigenlijk bijna windstil, maar voor alle zekerheid, ik zet er altijd backshots op. Dobberken, midi signature dobber, 4x14, fijne antenne van boven, langwerpig lichaam, lange fiber carbon antenne, perfect voor het vissen met maden eigenlijk. 20-honderdste rechtdoor, en dan kom ik hier aan, een onderlijn. Midi low vis, 1600. Heel belangrijk voor het vissen met maden. Ik heb hier nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loodjes op de lijn. Wat ik heel belangrijk vind, is dat ik ermee kan schuiven. Het is een onderlijn van 15 centimeter. Eerste loodje naar boven. Als ik voel dat die vis dan nog dat die dat echt pakt in het zakken, eigenlijk, dus dat de maden heel rustig moet zakken, kan ik er nog mee schuiven. Dus alles tot in op 2 centimeter van elkaar, maar ik kan dat gerust nog naar boven schuiven om eigenlijk de afstand tussen die loodjes te vergroten en zo de valsnelheid van de maden te vertragen, eigenlijk. Dus dat echt in het gezichtsveld komt van de vissen en dat ze het zo pakken eigenlijk. Haak 16, ik heb een onderlijndoosje mee, haakjes 18, 20 als het zelfs moet, als de vissen heel moeilijk azen of het echt heel natuurlijk moeten aanbidden. Vandaag heb ik ook de optie, als ik veel last heb van kleine voren, of die zitten hier toch al op, voor een keer met 2 maanden of met 3 maanden te proberen, waarom die 16? Maar als het moeilijk is of het lukt niet, schakel ik zeker over naar een 18 of zelfs een 20. Grote voordeel van 6 of 7 of 8 loodjes op de lijn te zetten, je kunt ermee schuiven, dus je kan dan alles in een blok zetten. En als het echt heel goed gaat, en ik wil dat het aas eigenlijk rap beneden is, kan ik gewoon zeer snel overschakelen naar alles in bulk. Dus ziet dat je echt opties genoeg hebt. Het is hier nu toch wel een vrij diepe vijver, ik denk ongeveer 1,70 meter, 1,80 meter diep. Als dat echt moet, zet ik zelfs die loodjes volledig uitgestrekt over die 1,80 meter. Vissen met maden is vissen met licht aas, pas jullie montage erop aan.